Ach, een heks. Very strong. Sneaky witch. Heb dan gewoon de bal om tegen me te zeggen. Maar dat doet ze niet. Ze ontwaakt me al de hele tijd. Wat trek je zeg? Loop een dreetel. Nou, dat is echt iets wat ik niet ga missen. Hm? Gewoon, dat die sneaky gebeuren allemaal. Hm. Ze laat zich lekker zien. Maar, ik weet dat iedereen op het terrein, weet het. Ik niet. Nee, alleen jij dus niet. Maar, loop dan ook morgen eens naartoe. Nee, ik ga morgen ernst bellen. Ik ga gewoon zeggen van, hé, luister. Gisteren een mail gestuurd. En ik heb je afgelopen vrijdag heb ik gesproken. Ik hoor dat je woensdag komt. Ik kom ook even lekker kijken. Je hebt les aan twee dames nu. Ja. Hè? Ik zou in eerste instantie of, hè. Gewoon een houden scenario in je hoofd, hè. Dan ben ik misschien 30 minuten voor. Maar. Vandaag is hier wel iedereen langs is geweest. Loop eerst naar Merel toe. Heb het erover. Misschien dat ze het echt vergeten is. Of wel gedacht heeft je... Gewoon... Vergeten is. Come on, man. Probeer er gewoon nuchter in te gaan. En gewoon vragen. Want als jij je laat kennen... Door Ensen bij de Vaat... Woensdag heb je de twee. Wie staat het over Joker? Hè, sorry? Nog een keer? Als jij Ernst gaat bellen... Van nou, woensdag heb je de twee. Misschien dat Ernst in eerste instantie zegt... Van, nou, ja, dan niet. Dan kom ik gewoon niet. Ik heb geen zin om intussen gezeurd te gaan staan. Ten tweede laat jij je kennen. Als dus de intentie niet positief is, hè? Of zeg ik iets geks? Hoe is deze intentie, Bren? Ja, hij kan negatief zijn. Hij kan ook gewoon echt niet slecht bedoeld zijn. Really? Bren? Ben je nu een grap aan het maken? Ik ben serieus, Drake. Denk je echt dat dit gewoon uit goede bedoelingen is? In één keer, bam. Ik wil dit en ik zeg haar... Vrijdag, diezelfde vrijdag heb ik haar nog gezegd van... Ernst die wil me les gaan geven, dit en dat. En de woensdag erop, dan komt hij voor haar. Nee, ik ga mee roddelen. Nee, het is geen roddelen. Brandon. Ik wil gewoon wat zeggen, Drake. Alle kansen zijn er nog wel. En als jij in een reactie gaat provoceren en vervelend gaat zitten doen, wie staat er dan voor lul? Wat ben je voor plan? Nog niks. Wat is je planning? Nog niks. Hoe ik Brennan hoor, ben je iets voor plan? Nee. Maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Wie staat er dan voor lul? Want het is Dre die... doet. Wil je de boel saboteren? Nee, ik wil helemaal niet saboteren. Dit valt niet op, toch? Als jij nu gaat zitten gillen, wie valt erop? Ik vind het gewoon... Maar ik snap haar niet, man. Nee, dat hoef ik niet. Hè? Dat hoef ik niet. Maar daarvoor gaat dat gesprek aan. Voor je belazerd. Iemand had hetzelfde wat je doet. Hey. Maar zoals ik het zie, dat is het enige advies dat ik je kan geven. Weet je wat het is? Toen ik hoorde van ze gaat les nemen, heb ik gezegd, moet je doen, lekker je gang gaan. Tuurlijk, lekker doen. Wil jij leren? Ik leer je. Iedereen moet lekker leren, boeien. Maar dat heb ik ook gezegd, hè. Loop met Dreetel, want Dreetel wil je vast wel helpen. Twee keer. Echt, gewoon takwijf. En nou? En nou? Oké. Het terrein is niet zo groot dat je mij niet kan vinden of zo. Oké.
Ofwel. Het is niet dat we hier een kilometer van elkaar, verwijderd zijn of zo. Holy shit. Maar goed. Ik moet zaterdagavond wel. Nee, maar dit vind ik echt gewoon... Wat ik al zei. Iedereen moet lekker doen wat ze willen. Mm-hmm. Maar... Ja, alleen als vriend zijnde. Hoe dat jij wel los staat. Oh, ik ben boos. Ja, ik snap het. Feestje. Weet je wat ik net hoor? Ik heb toch ernst voor mezelf gevraagd om mij nog verder lessen te geven. Weet je wie de woensdag voor Mary komt? Wat ze heeft geregeld voor zichzelf. Ernst? Ja. Wauw. Hoe heb jij dat geregeld dan? Hè? Ik heb het vrijdag bij Love is Love, heb ik het aan hem gevraagd. Toen zei hij van mail me maar of bel me maar. Dat heb ik vandaag gedaan. Want het was er gewoon nog niet van gekomen. Hm. Nou ja, vrijdag, maandag, weet je. Weekend gaat eroverheen, ja boeien. Dat, ja. Maar ik heb die vrijdag heb ik het nog tegen gezegd van ja, en ik heb ernstig geregeld. Je kon me ook lessen geven, dit en dat. En die afgelopen zaterdag is ze begonnen met DJ'en, toch? Ja. Weet je, en wat jij zei van ze gaat DJ'en, prima, moet je lekker doen. Maakt mij niet uit. Echt niet. Maar als je dan gewoon gaat afpakken, dan vind ik je vies, man. Dan vind ik je echt vies. Als je het gewoon weet. Walgelijk. En ze heeft niet eens tegen mij gezegd. Ik hoor het van... Ja, maar zo is zij. Ik hoor het van Brandon, Dylan, Jordi. Niet eens van haarzelf. Terwijl dat je... Hoeveel tijd heb je nodig om mij te vertellen dan? 1 minuut. Echt waar. Gadverdamme. Wat een chick. Wat een chick. Ja, ze is echt vies, man. Ze gaat even lijken. Wat ik al zeg, iedereen mag lekker leren en doen wat ze willen. Maar pak het niet van me af, man. Waarom? Waarom doe je dat? Ben je toch lelijk, of niet? Dan ben je toch... Gadver. Boah. Ik zei ook tegen haar, we stonden vandaag bij haar... Wist jij dit? Nee, niet van ernst. Ik wist wel dat ze DJ wou worden, dat heb ik ook gezegd. Ja, maar dat vind ik niet erg. Maar ik stond met haar bij de rookcel. En toen zei ze wat tegen vrienden over DJ'en. Dus ik zag van zo. Ik zeg, wil je DJ worden? Ja. DJ Diva. Dus ik zag zo van, oh. Ik zeg, ja, je moet vooral doen wat je leuk vindt. Ze zei van, ja, heb ik van jou geleerd. Ik zeg, goed zo. Leer toch iets van me. Weet je, in principe
Als zij iemand die naar binnen had gehaald, die haar les ging geven, had het me geen donder uitgemaakt. Gewoon niet. Echt niet. Nee, maar niet jou, als jij het al eerder hebt gevraagd. Ja, je hebt zeker een punt. Het is gewoon een nijstreek. Echt een nijstreek. Nijstreek. Echt een nijstreek. Oh, Baba. Ik hoor gewoon je stem dat je... Ik ben echt boos. Het liefst zou ik nu gewoon die boten willen lopen. Echt waar. Doe ik niet. Maar dat zou ik wel willen doen. Ik zweer het. Maak jij me nou? Serieus. Schijnhaal. Ja, het is... Ja. Ben je toch schijnheilig, of niet? Ja. Echt, wauw. Ik wist niet dat er zulke mensen bestonden, man, op deze wereld. Of nee, ja, ik snap het wel. Blijkbaar wil ze gewoon dwarsbomen of zo, weet ik niet. Of heeft ze geen andere mogelijkheid of bedenkingen van, nee, ik ga het op die manier doen. In één keer, nou, echt waar. Wauw. Nou ja, als zij zo aan de dingen wil komen, maakt je echt een heel mooi persoon. Chapeau. Echt chapeau. Wees er trots op. Ik ben benieuwd, ik ga morgen gewoon naar de toe. Vraag ik van hoe ze dit heeft gedaan. En waarom ze dit heeft gedaan. Waarom ik het van anderen moet horen en niet van haar. Waar de fuck val ik haar mee lastig dan? Niet. Echt boos. Wauw. Aan de ene kant denk ik van... Lekker doen, meisje. Doe lekker. Maar aan de andere kant denk ik van... Chick. Nee, twee. Nu moet je echt op je punten staan. Dit kan je niet laten varen. Hier moet je op ingaan. Je hebt vies. Goed recht om boos te zijn, hè? Echt vies. Fucking vies. Wanneer is ze begonnen? Zaterdag, toch? Ja. Maar waar de fuck komt dat opeens vandaan? Hoe lang staat die DJ set hier al? Weet ik veel. Sinds juni? Ja. DJ Diva. Wat een giller, zeg. Nou ja, dat moet ze zelf weten. Ja, dat maar... zij DJ wil worden. Hey, al wordt de hele fucking groepie DJ. Kan me niet schelen. Echt niet. Ja, maar ga niet dingen van me afpakken, man. Of van me afpakken. Ga niet, als ik wat voor mezelf heb geregeld, ga dat dan niet ook pakken. Waarom? Why? En als het haar contactpersoon is, ja, hey, het is niet jouw... Trouwens, haar contactpersoon, bullshit. Het is gewoon een het is een contactpersoon van Utopia. Ja. Yeah. Nou, echt waar. Ik heb echt zoiets van, wauw, man. Ja, snap ik. Snap ik zeker. Echt vies. Dit is echt een nijstreek. Vooral als je het al eerder hebt gevraagd. En ik hoorde haar al. Ik hoorde haar met iemand praat aan de telefoon. Wanneer? Vandaag. Ze heeft het vandaag geregeld? Ja, volgens mij wel.
Ik hoorde haar vandaag aan de telefoon beneden. Ik zat achter de computer, ik hoorde haar praten. En toen zei ze van ja, ik hoorde jouw naam ook voorbij komen. Met ja, Andrea, ja, ja. Echt? Ja. Ik moet even zo terug zitten denken, ja. Maar ik wist niet waar het over ging. Ja, dan had ze dus ernst aan de telefoon, denk ik. Dan heeft ze het vandaag geregeld. Wauw. Ze heeft het vandaag geregeld. Ja. Weet je zijn nummer? Nee. Gewoon kijken in de telefoon. Nee, maar daar kan ik wel achter komen. Ga ik nu doen trouwens, ik wil het gewoon weten. Ga je mee? Ja, ik ga wel mee. Wat vies. Vies, vies, vies. Hoe kan je zo zijn? Echt. Ze heeft gewoon... Vies chick. Ik heb sok aan, hoor. Wauw. Deze chick. 2015 is het nu, oké. Okay. Ja. Wauw. Oh mijn god. Weet jullie wanneer ze het geregeld heeft? Nee. Vandaag. Ik had net een mailtje eruit gegooid. Echt? Ja. Andrea zegt flabbergasted. Ik ben echt in shock. Wist jij dit, Shell? Nee, tuurlijk niet, anders had je het Andrea... Domme vraag. Ja, ik wist het ook niet. Ik hoor het ook net pas van Jordi. Shell zegt net van, ja, ik hoorde de vandaag bellen en ik hoorde jouw naam inderdaad ook. Wat zei ze dan? Ik denk dat ze met Ernst niet aan het praten was. Ja, kut zei. Keek net in de telefoon. Ja. Ze heeft vandaag gebeld. Ja, maar wat je eerder ook zei, van, ze heeft toch geen talent, dus laat haar lekker deze... Nee, dat is ook zo, maar je pakt gewoon mijn ding af. Ja, maar dit is toch waar... Ja. Ik zeg net tegen Shell van... Had elk ander persoon haar les gegeven, ik had zoiets van... Don't care. Don't care. Maar niet als ik op vrijdagavond het gesprek met hem heb. En dat tegen je zegt. Van nee, kijk, ik heb dit geregeld. En dat zei je ineens. Nee. Wat heb jij een schattig gezicht als je geen make-up? Leuk te binnen. Ja, dat is echt schattig. Sorry. Ja? Maar dit is... Wauw. Andrea, kijk maar eens aan. Welkom in Utopia. Oh, ik wil echt heel graag nu een shirtje poppen. Nu dat toch? Met een slang achterop. Die doe ik na het gesprek die ik met haar heb. Ik vind dat heel mooi. Als je zeg maar of aan de achterkant I see fake people met aan de voorkant zo'n slang. Of zeg maar hier gewoon zo'n slangetje. Maar wel zo'n verticale slang inderdaad, die zo omhoog. Ja, zo omhoog. Ik ga nog even kijken hoe laat ik die mail heb gestuurd. Dat wil ik het nog even weten. Of is het nou weer te vaak? Tak. Wil je dat? Heb je het dan al goed, Shell? Slecht voor je tanden. Laat het controleerd goed hebben. Ja? Okay. Rustelijk met Poppie? Heerlijk. Ah. Oh, hij zat er kopjes te geven toen hij hier zat. Dan ga je lekker het bedje opzoeken. Thank you.
13:59 is het nu op deze crack telefoon. En ze heeft om 5:36 gebeld. Dat is dus 05. Hoe kan ik dit in godsnaam uitrekenen? 10 uur verschil. Dus dan was het 12:00. 2:00. Ik heb hem 3:30 gestuurd. Ja, dat denk ik, ja. Ja. Ik ben echt voor het eerst hier ben ik gewoon boos. Wie zit daar? Wat ga je doen? Oh, ik pak ook. Ik ben echt pissed the fuck up. Echt. Trusten. Tja, echt. Gewoon stront erin. Gewoon 1 bak ellende in die boot. Wauwie. Ja, nee, man. Hoe dan? Hoe kan je zo zijn, man? Ja. Hoe dan? En dan is het gewoon ineens een droom. Hij ziet er veel beter uit, man. Ja? Ja, mooi. Dat was echt nodig. Wat gaan we doen? Bed? Ja. Ja. Ik vind het echt... Dan heeft ze wat over mij te zeggen ook, hè? Echt. En nu doet ze het zelf. En nog in een ergere... Nog erger. Ik pak niks af. Zij pakt gewoon jouw shit af. Jouw contactpersoon. Nou, het is niet mijn contactpersoon. Nou ja, jouw... Maar ik heb wel voor... Ik heb wel gevraagd aan hem van... Jules, zou je me willen helpen? Ja, is goed. En dat heb ik inderdaad in enthousiasme heb ik dat tegen haar gezegd. En vervolgens gaat zij dat doen. Maar wanneer heb je dat tegen haar gezegd? Vrijdag. Op Love is Love? Ja, of op zaterdag. Van, jee, ik heb dit ook geregeld. Dit en dat, blablabla. Gewoon leuk, weet je. Jaloers. Ik denk het. Of is het zo dat ze bang is dat Jessie dadelijk alleen op tour gaat met Gerrit. En dat zij dan... Ik weet het niet. Het kan me niet schelen. Maar ik vind het gewoon fucked up dat je niet je eigen ding kan regelen. Weet je, prima dat je DJ-lessen wil. Ga je fucking goddelijke gang. Echt waar. Want dat moet iedereen hier doen. Mm-hmm. Gewoon lekker je ding doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. Maar als je weet dat ik... En ik heb het al een maand geleden heb ik het toen een keertje aan haar gevraagd. Van joh, mag ik de gegevens van Ernst? Want dan kan ik vragen of hij me wil helpen. Nou ja, toen had ik uiteindelijk Danny geregeld. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, het is een beetje... Laat ik het nu eerst met Danny en dan kan ik later altijd nog kijken hoe of wat, weet je wel? Ja. En toen deed ze al moeilijk. Dus ze zei ja, nee, we moeten hem niet benaderen, want hij doet al zoveel voor ons. Dan dacht ik van, ja, dus, boeien. Misschien vindt hij het wel leuk. Toen deed ze al moeilijk. Ik vind het gewoon echt een dit is gewoon een nijstreek. Ja, zeker weten. Wat ik al zeg. Met iedere andere persoon. Had ik verder geen probleem van gemaakt. Niks. Helemaal niks.
Nee, maar wel met ieder persoon die dit heeft geflikt. Of de Merel is, of tuurlijk, als ik tegen jou heb gezegd van... Hey, dit heb ik gefixt, ik ga nog contacten, ja, dit en dat. Je doet het zelf. En jij gaat het voor mijn neus wegkapen? Ja. Dan ben je gewoon vies. Ja, dan ben je gewoon echt vies. Ja, klopt. Ja, zeker weten. Wauw. Echt waar. En helemaal als je in één keer denkt van in 2 dagen tijd van ik word DJ. Ja, weet je, Dre, zij zet zichzelf nu echt verkeerd neer. En dat moet ze maar lekker zelf weten. Maar ik zou zeker als ik jou was er wel op ingaan. En verhaal halen. Want jij staat nu in je recht. Echt een nice streak. Wauw. Echt, wauw. Kan je zo zijn, man? Ja, zo is ze. Nou ja, blijkbaar. Ja, ik wist het al. En niet in dit geval, maar met meerdere dingen. Ze is gewoon een slang. Bah. Wat doet zij? Ja, dit is niet een goede set van haar. Ik snap het niet. Ik snap het echt oprecht niet gewoon. Wat een gekkigheid. Echt waar? Hoe dan? Dit zoiets zou eigenlijk nooit in me opkomen. Nooit. Om zoiets te doen. Als jij tegen mij zegt van... Hé, Dre... Ik heb met die en die gesproken, ik ga hem mailen, want dan gaat hij me verder helpen. En dat jij dan denkt van, haha, ik bel hem op. Later. Ja, dat is een nice streak. Dat is niet eerlijk. Het is gewoon slinks. Ja. Gewoon slang. Ja. Echte slang. Voor haar wil ik echt een chick uitnodigen. Ze, een vrouw die buikdanst met slangen. En dat ze dan iemand uit het publiek haalt en dat het dan Merel is. Oh. Met de slang erin. Dan hoop ik dat ze zelf ook in een slang verandert. Ja, het is echt vies. Maar Dre, die dinnershow gaat hem gewoon worden. En dat gaat gewoon lukken ook. Dan gaan wij met z'n tweeën presenteren. Oh, leuk. Ja, gaan we doen. ik wil niet kinderachtig doen, weet je. Met zulke dingen. Ik heb daar helemaal geen zin in. Maar... Ik vraag me ja, echt oprecht zo gaat of... spelen, dan kan jij dat ook. En dat is... Ja, maar dat wil ik.